Ja, lieve mensen. Ja, het is namelijk wat ik al zei in de intro, 18 maart. Het is al inmiddels nu 5 over 5. Ja, nou, wij staan dus nu hier dus. Blijf wachten. Blijf wachten. Wachten. Blijf. Blijf. Goed uitkijken, hè? Links, rechts. Links, rechts. Andere kant. Uitkijken. Andere kant kijken. Komt er niks aan? Goed zo, kom maar. Wachten. Blijf wachten. Blijf wachten. Uitkijken. Uitkijken. Keurig. En over. Kom maar. Ja hoor. Goed zo. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. En het is alweer vandaag donderdag 18 maart 2021. En het is nu 18 over 8 in de ochtend. Ja, en ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, zoals jullie wellicht weten, heeft Leed dus een mooie flexielijn. Kom eens hier, schat. Maar zij vindt ook iets heel leuks. Kom eens hier. Kom. Ja, kijk eens hier. Oeh, steenje. Ja. En daar ga je even met vlaggen in. Plop, terug te maken. Go, go, go. Ja. Ja, go, 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 kom. Ja. Kom eens hier. Kom. En nou de andere kant weer op. Kom maar, 1, 2. Ik vind het helemaal goed, schat. Ja, ik vind het helemaal goed. Kom. Gaan wij deze kant op. Kom maar. Ga je mee? Ja, goed zo hoor, schat. Kom maar. Ja, lieve mensen. Ja, het is namelijk wat ik al zei in de intro, 18 maart. Maar ik ben dus nu aan het lopen, wat jullie wel zien. Lekker een stukje al van huis weg. Maar onze grote winkelcentrum, die gaat vandaag open. Hip. Dus daar ga ik naartoe lopen. En als het goed is, komt de koning. Hoop ik, ik weet het niet. Om 10 uur. Nou, ik ben er bijna. Het is nu 9 uur. Dus ik kan nog eventjes een beetje rondkijken, rondvragen van waar de exacte opening plaats gaat vinden. Want ik wil er gewoon bij zijn. Ook speciaal weer voor jullie. Dus ja. Dus zijn jullie benieuwd? Klik dan even op het i'tje. Daar. Even kijken, ik ga omgedraaid worden. Dus dan is het inderdaad daar. Ja. Soms moet ik even nadenken van waar komt iets. En zo goed ben ik niet in het onthouden van dingen. Maar ja, maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker naar het mooie, geweldige, grote winkelcentrum. Daar gaan we nu naartoe. Yeah, ik ben alweer thuis. Samen met Ro. Alleen Ro is ook weer naar huis. Die gaat nu de twee zusjes uitlaten. En dan gaat hij ook nog even lekker op bed. Het is nu 12:30. Ik ga ook nog even een stukje doen, want ik ben gewoon moe. Alleen van lopen. Het is gewoon heel erg intensief. En ik heb ook even pijn aan mijn buik. Gewoon zoveel vocht naar mijn idee. Ophoping. En dat doet gewoon zeer. Het is gewoon aan het druk, om het zo maar te zeggen. Ik kan het niet goed beschrijven. Maar ik ga gewoon eventjes voor mezelf even lekker even uitrusten. En dan zien jullie mij straks wel weer. Dus ik ga lekker een stukje doen. Samen met deze lieve schat. Hé, meisje. Oh, dankjewel, kusjes. Ja, nou, ik ga even lekker pitten, mensen. Ja, en daar was ik alweer. Ja, het is al inmiddels nu 5 over 5. Ja, ik heb even lekker een powernapje gedaan. Rodi staat alweer op me te wachten. Verderop. Maar gewoon even lekker met mijn meisje even lekker lopen. En dan zo weer lekker naar huis.
Rauw even het een en het ander laten zien. Dus ja, maar ik ben weer lekker een beetje wat wakkerder. Ik heb ook geen pijn meer. Ja, ik heb nog wel pijn, maar niet zo pijn als wat ik vanmiddag had. Gewoon echt dat het druk op mijn buik werd. Gewoon ja, dat is gewoon niet fijn. Zo'n druk. Dat ik eigenlijk het gevoel had dat mijn buik wel kon ontploffen zo wat. Dus dat is niet helemaal goed. Ik weet het. Maar zolang wij in deze crisis, in deze situatie zitten, ga ik geen afspraken maken. Misschien nog wel voor het bloed prikken, want dat moet ik nog steeds doen. Dus dat ga ik wel doen, maar dan moet ik even overleggen met Ro. Wat hij verstandig vindt. Want ik overleg alles met Roderick op dit moment. Ook voor mijn eigen veiligheid. Nee, niet nu. Dat weet je, kom op. Dus ja. Dus nu ga ik even lekker naar mijn man toe. Oké, we gaan even oversteken. Kom maar. Dus ja. Yes, kom maar. Dus ik ga dus nu lekker naar Ro toe. En even kijken waar Ro loopt. Joepie, de poepie. Maar dan komen we goed. Yes. Ro is waarschijnlijk met zijn telefoon bezig. Terwijl hij dus met de hond aan het lopen is. Want dit hier is een pokerstop. Dus hij let totaal nu niet op. Ja, en dan kunnen jullie nou wel zeggen van ja, maar Karin, je let overal op. Oké, ik doe het ook wel eens. Maar dan heb ik zoiets van ja, maar Ro die loopt niet in met me mee. Maar ik vraag nog van waar loop je? Nou, dan krijg ik een locatie. Dus ik, nou, gaan we samen lopen. Maar wat is meneer nu aan het doen? Pokémon aan het spelen. Lopen met hem en honden, dat is vele malen en belangrijker. Ga met ze het losloopppark in of zo. Maar nee. Dus dat vind ik niet echt heel erg ver, want je ziet hem daar zitten. Huh? Hier zitten. Het is gewoon nou niet ver wat hij nu aan het doen is. Ik vind het van niet. Ik heb echt zoiets van, oké, weet je. Als je met een hond loopt, moet je dat ook gewoon gaan doen. Kom dan! Even kijken wat hij gaat doen. Ik heb gezegd om 6:30 bij mij. En hij loopt nu mijn kont op, maar hij zoekt het maar even uit. En denk maar even na. Zo ben ik dan weer. Ik vind het even prima. Dus ja, ik ga lekker mijn aandacht aan Lady geven. Dat kan ik veel beter nu doen. Helemaal top. Helemaal goed. Ja, en toen waren we dus weer in de Jumbo. Wij weer wel. Ze hebben weer wat lekkers. Zo. Wat hebben ze allemaal voor lekkers? Wat hebben ze allemaal voor lekkers? Ik laat het jullie gewoon weer zien en wat ze hebben vandaag. We gaan aan bij Fly? Ja. Half? Oké. Bavawa. Wat hebben ze nog meer? Pistas. Oeh, lekker pistas. Maar 6 euro. Ja, nee, man. Want die is... 2,50. Ja, dan is deze ook 2,50. Alleen ze zijn het vergeten. Even een karretje wegbrengen, netjes en wel. Ja, altijd. Dat doen Ro en ik altijd. Ja. Even de karretjes netjes wegbrengen. En dat karretje gewoon weer ertussen doen. Dan zou Ro mij hier komen oppikken. Kijk. Even kijken. Zie je nog niet aan. Kijk, daar komt hij aan. Kijk, en als ik de auto in. Hartstikke mooi. Hartstikke fijn. En dan gaan we even kijken of we nog broodjes kunnen scoren. Ja. Zo. Dit is nieuw. Dat je nou moet stoppen. Dat is irritant. Nee, dat is niet leuk. Dat is irritant. Dat is niet grappig. En nou hard. En hoe zat dat? Had je nou je voeten van het gas af? Ja. 24? Zo, dat gaat snel.
ga je iets doen wat eigenlijk niet mag. Stiekem naar rechts. Doe dit dus thuis niet na. Vroeger mocht het wel, maar nou dus niet meer. Dat is wel jammer. We gaan nog even... Oh, Ozon is gesloten. Nee, aan de andere kant. Met de hoofdingang. Ja, nou, dit is dus een hondenhokje en de hondenparking. Ja, met een kraantje. En dat is geen drinkwater. Jij hebt gebak meteen, want die zijn gevuld met vies water. Ja, maar ga er maar eens in liggen. Ja, klein. Klein. Ook, nou. Ook geschikt voor zwervers. Ook geschikt voor zwervers. Denk ik. Nou, nou en Roderick en die gaat erin. Kom niet eens goed in. Kijk maar eens aan. Het is erg krappig. Ja, nou, en dat bedoel ik. Nou, en daar wil je toch een hond niet in hebben? Nee, die kan nog. Ja, een klein hondje, maar. Jij en jij hebt zelfs moeite mee. Dat is niet voor mensen geschikt. Nee, joh. Het is ook een hondenhokje. Ja, en een hondenparking. Maar ik laat mijn hond hier echt niet los zitten hoor. Ja, nee, dat is handig. Moet je kijken hoe mooi die nu is. Wauw. Ja, en wat nog niet eens open is. Wauw. Geen drinkwater. Waar is het water dan voor? Als je dit kan drinken. Ik heb echt geen nodig eigenlijk. Ja, onze laatste rondje. Rody loopt achter mij met de twee zusjes. De lady loopt voor mij ook helemaal top. We gaan even een klein beetje anders lopen. Want ik had al in de gaten via Insta dat er een hoop te doen is in de wijk. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dat wil ik even verifiëren. Vind ik leuk. Dat vindt Ro ook leuk. Grappig. Want we zien heel vaak Romeo en Van Vlekken Maastricht. Ik weet niet hoe die zelf heet. Maar oké. Dus dan gaan we even kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Maar als we dat weten of we zien iets, dan ga ik dat wel weer filmen. Ja, kijk. Hier loop ik. Dus dat is niet echt lekker als je er in één keer in loopt. Vanaf het donker. Nee. Kijk. Twee zusjes. Dus ja. Misschien dat zo. Zeker dat zo. Echt wel, zeker. Zeker! De hypotheker. Nou, wij staan dus nu hier dus. Dit was dus eerst een en een parkeer... Nou ja, niet een parkeer- en een autogarage. Nou, hier staat dus nu een hele grote, ja, wat zou het zeggen? Een invalide ding. Maar wat dit is, Joost mag het weten, maar ik ga morgen nog een keertje kijken. Kom maar, wijfie, ga mee. Ja. Maar dit is wel heel grappig, hè, schat? Mm-hmm. Ja, en dan moet dus een hele tent op het pleintje staan hier, achter. Dus gaan we ook even kijken, ja. En daarna gaan we lekker naar huis. Jee, ga mee. Goed zo. Ik loop door, Arlette.